eigenlijk in het hart van het gemeentehuis. Een prachtige ruimte, net achter de hal. Iedereen die binnenkomt, die komt in een mooie, mooie open hal. Vriendelijk, licht. Aardige mensen achter de balie natuurlijk. Mensen kunnen hun verhaal hier kwijt, kunnen hun vragen stellen. Maar als je doorloopt, dan kom je hier in de grote multifunctionele zaal. Waar allerlei vergaderingen plaats kunnen vinden. Nu is die op zijn grootst. Nu zie je hem in de volle breedte. Maar je kunt ook een muur in het midden heel makkelijk uitklappen. Dan heb je twee zalen. Hij kan nog groter dan wat we nu zien. Want die glazen wand die kan ook nog weg. En dan hebben we dit hele deel er ook bij. Dus dan hebben we een enorme publieke ruimte. Dit is de ruimte van het bestuurssecretariaat. Hier zijn de kamers van de wethouders. Hier zit de directie. Hallo. Ja, dit is het. Marius Duis, die was bij iemand in België. En die is sinds kort weer terug op het Honk. Dat zijn de twee mogelijkheden, hè? MS Teams en Zoom. Mensen kunnen dan vanaf dat scherm op de vergadertafel kijken en terug. Dus de vergadertafel kan ook de mensen op het scherm zien. En zo kun je met vier mensen hier en zeg maar vier mensen of acht mensen op het scherm, kun je een grote vergadering toch in een kleine ruimte houden in deze tijd. Afstandsbediening. Super. Daar gaat hij. Gaat hij draaien? Nou, zo kun je inloggen. Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat je hond uitloopt te laten en dat je kan zien. Ja, dan zijn ze te vergaderen. Een half begin ik. Hier. Zag je hoe het licht aanging? Ja. Mensen sluiten hun laptop aan, kunnen op twee schermen werken. Voor een hokje, maar het is eigenlijk een oude telefooncel, hè? Nog eens. Voor werken ga je daar zitten. Echt je eigen dag inrichten. Ja, boven het zolder. Ja. Dus dan kun je als je aankomt, of zelfs van thuis uit, kun je zien of het druk is in het kantoor. En dan kun je zien, nou, is er plek voor mij, dan ga ik naar kantoor. Is er geen plek, en dat is voor de komende tijd natuurlijk ook heel handig, dan werk je thuis. Ja. Een plan wil maken. Dit is echt een inspiratieruimte. Een ruimte waarvan je zegt, we zijn niet aan het vergaderen, maar we willen met elkaar een gesprek voeren. Bijvoorbeeld over de omgevingsvisie. Hoe willen wij nou over 10, 20 jaar dat Lingewaard eruit ziet? Nou, daar is dit een uitstekende ruimte voor. Om eens met elkaar benen op tafel, bij wijze van spreken, niet echt natuurlijk. Maar om met elkaar lekker te zitten en een kopje koffie erbij. En zeggen, nou, laten we eens brainstormen. Tijd. Of over de inrichting van een bedrijventerrein. Hoe zie je dat nou voor je? Daar is deze ruimte voor bedoeld. Ik doe het even anoniem. De reservering is gemaakt. En deze ruimte is nu een half uur gereserveerd. Komen er geen andere mensen? Ja, dat geeft een werkje gewoon veel beter. Ja. Grote ramen. Grote multifunctionele zaal van bovenaf. En ik ben heel benieuwd hoe de komende jaren die zaal gebruikt gaat worden. En die hele ruimte trouwens. Ja, u weet nog de start van de bouw. Daar was u bij, de aftrap. Toen wisten we nog niet wat ons allemaal te wachten stond op een heleboel terrein. Maar het is allemaal erg goed gegaan. We hebben het afgelopen jaar heel intensief samengewerkt. Het hele project is begeleid door medewerkers van onszelf, projectleiders van de gemeente. Daar ben ik ook heel erg trots op, dat we onze eigen mensen daarvoor in hebben kunnen zetten. We hebben heel goed samengewerkt met de aannemer. We hadden bijvoorbeeld rond kerst, ik weet niet meer precies op welk moment, kregen we een signaal dat er vertraging was. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, dat kunnen we niet gebruiken, dat kan eigenlijk niet. Want we hebben een opleverdatum en dat heeft ook een reden. We moeten het nieuwe jaar in dit gebouw kunnen beginnen, in september. Dat bedoel ik met het nieuwe jaar, het nieuwe seizoen.
En toen hebben de aannemer en de gemeente bij elkaar gezeten en gekeken hoe kunnen we versnellen, hoe kunnen we de vertraging weer inlopen. Dat hebben we met elkaar goed gedaan. Dus ik ben heel erg blij dat we de planning gehaald hebben. Die was natuurlijk nog extra spannend toen de coronatijd aanbrak. Want dat gaf ook weer nieuwe problemen. Er werden geen materialen uit Italië geleverd bijvoorbeeld. Er moesten andere leveranciers gevonden worden. De aannemer heeft heel creatief daarin gewerkt. Dus ik ben heel blij met onze samenwerking. En nu staan we hier. En naast de planning ben ik ook heel blij dat we binnen het budget van de gemeenteraad hebben kunnen werken. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.